Allee, gewoon om een idee te krijgen. Ja. Hoe dat zo'n clipje er moet uit. Ja. En wie is dit? Manita. Maar dat kunnen wij toch ook. Laat de mensen maar praten over mij. Voilà. Dit vinden Nederlanders blijkbaar heel mooi. Ja. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn als je die nummers hoort. Wie is volgens u de meest succesvolle zanger ooit in Holland? André Hazes? Ja, maar ja, die is dood. Ja. Dus vandaag gaan we naar zijn opvolger kijken. Frank Verkooyen. Ik dronk en vergaat. Schitterend. Dat is de Frank. Ah ja. Drinkende bruid. Ik raakte me zo gespijt. Verdriet moet erin zitten. Ja. Drank, twee keer drank. Je kan beter droog. Het maakt een lange ode om het alcoholisme eigenlijk tot nu toe. Maar misschien is er op het einde een twist of zo. Ja. En knakworsten. Ja. Met satésaus. Hé hey Frank, wij vragen ons af hoe dat je een goed typisch Hollands nummer maakt. Volksmuziek zijn natuurlijk dingen die uit het leven gegrepen zijn. En drank is daar ook een van natuurlijk. Ja. En niet te vergeten ook de accordeon. En is André Hazes dan een inspiratiebron? Iedereen is stil nu plots. Je zegt André Hazes en iedereen stopt met... Respect, hè? Huh? Respect. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar de jonge André haalt het. Ja. Ik schrijf mijn eigen lied. Hij schrijft zijn nummer zelf. Dat moeten wij ook doen, hè? Ja. Hij gebruikt een rijmwoordenboek. Voor jou geef ik een nier, drink met mij een bier. Oh, mooi. Ja. Dat is poëzie. Dat is poëzie. En daar zit leed in en drank, hè? En dit is dus die hitfabriek hier. Ja. Hoor je dat niet? Ik hoor ze hun gouden platen tellen. Het ruikt hier ook naar Nick en Simon. Wij leiden vakmensen op. Hola. Mai. Ja. Hier hebben ze ook al knakworsten en satésaus. Zie eens, Erik. Nick en Simon. Platina, Jeroen van der Boom. André Hazes. Ja. Zeg maar, dat ontbreekt bij ons. Wat zie je dit? Te kaal. Ja, zwaar. Als je daarmee op het podium staat. Edwin van Hoevelaak, dat is de man die al die songs maakt. En dan binnen het uur heb je een hit. We moeten die een Edwin vinden. Ja. En dan gaan we een hit scoren. Ja. Goedendag. Ik ben Edwin. Aangenaam. Aangenaam. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. Je ziet wel wat talent bij elkaar eigenlijk. Nee. Als hier een bom opvalt, heeft Totan terug een carrière. Ja, wij willen eigenlijk een hit scoren. Een echte oer-Nederlandse hit. Ja. Ja. We hebben niet zoveel tijd. Nee. Nee. Voilà, dus wat moeten we eigenlijk doen? Je moet echt een inleving hebben. Er is zangtalent aanwezig of... Nee, het is niet aanwezig, denk ik. En die snack zit hier een beetje in. Die wat? Die snack. De Hollandse snack. De Hollandse snack. Moet je verstaan? Nee, maar drank. Er moet veel drank in. Heb ik me vergist of heeft er iemand in mijn glas gepist? Heel vaak heb je ook liedjes. Het gaat over een lach en een traan. Ja. Ja. Leef bijvoorbeeld. Leef. Daar zijn we voor. Hè? Want ik was nou aan het denken, als we het voor een goed doel doen, bijvoorbeeld voor Parkinson-patiënten, kunnen we zeggen, beef, alsof het je laatste dag is. Laten we wat maken. Ja. Dat is toch leuk? Ja. Kom op, jongens, iets harder, hè? Mag meer volume inzetten. Oh. Articuleren. Oh. Shalali, shalala. Shalali. Shalali, shalala. Meer gevoel, hè? Mijn kop. Hey, mijn kop. Hey. Waarvoor? Ja. 1, 2, 3. Dit kleine land. Ik ben altijd te laat, hè. En met energie, hè. Dit kleine land. Ja. Het is een gezellig liedje, hè. Ja, gezellig. 2, 3. Dit kleine land. Ah, kijk. Sorry, excuseer, pardon. En ik mis ook een beetje snik. Oké, komt hij uitzien, hè? Ja. Maar een beetje dit kleine, een beetje dit gezellig. Ah ja, het is wel Hollands, natuurlijk.
Komt ie aan, hè? Let. Dit kleine land, met zoveel mensen, zoveel culturen, iedereen heeft wat te wensen. Soms veel te druk, soms heerlijk stil. Het is hier leuk, maar niemand wil met mij van wil. Gewoon een Hollands liedje brengt ons samen. Nee, niemand vraagt, hé, waar kom jij vandaan? Wat muziek die verbaast? Godverdomme! Het gaat vaak over smart en over liefde. Maar de liefde...